Hoi, wat leuk dat je er bent op onze virtuele tour. Wil je deze koptelefoon opzetten? Dan zal ik je rondleiden door onze school. Laten we meteen beginnen. Loop maar naar de ingang. Via deze deur kom je altijd binnen. Dit is meneer Van der Leij, de conciërge. Hallo, goedemorgen. Je zult hem vaak aan het begin van je schooldag zien. Als er wat is, kun je altijd bij hem terecht. Loop maar verder richting de kluisjes. Ik heb voor vandaag een kluisje voor je. We hebben geen zware tas voor boeken, want die blijven gewoon op school. Doe je tas maar in de kluis. Om 9:15 beginnen de lessen. We hebben geen bel, dus je moet zelf goed op de tijd letten. Hey, goedemorgen jongens. Hoi. Kom, mentoruur. Goedemorgen. Dit is mevrouw Scholten en haar lessen zijn heel leuk omdat ze heel grappig en aardig is. Hoi. Mevrouw Scholten is mentor van deze klas. We starten de dag rustig met een mentoruur. We bespreken dingen en doen gezellige activiteiten, zodat we leuke sfeer in de klas hebben. Zij gaan nu aan de slag, maar ik heb je nog meer te laten zien. Kom, dan lopen wij verder. Doei! Doei! Ga hier maar linksaf. Hier hebben ze nu AVO. Zullen we binnen kijken wat ze aan het doen zijn? Dit is meneer Vrijburg. Hallo. Ze zijn nu bezig met begrijpend lezen. We zijn met muiswerk bezig en jij mag ook. In de lessen AVO doen we ook spelling, rekenen en vakken als ICT en mensenmaatschappij. De AVO-lessen krijg je van eigen mentor. Dat is heel fijn, want die kent je goed. In alle lokalen staat een kist met Chromebooks, dus die hoef je niet zelf mee te nemen. Zij gaan nu naar koken, maar wij gaan naar arbeidstraining. Ga hier maar de trap af en sla dan linksaf. We zijn nu bij arbeidstraining. Dit is een soort werkplaats met allemaal verschillende leuke taken. Zo hebben we een keramiekhoek, een kaarsenmakerij, een inpakafdeling en zelfs een textieldrukkerij. Omdat veel voor klanten werken, is het belangrijk om snel en netjes te werken. Hoi. Het is nu pauze. In de pauze kun je buiten lekker voetballen of basketballen in de pannenkooi. En er zijn allemaal leuke zitplekken. Ja! Ook kun je gezellig in de kantine of in de hal zitten met je vrienden. In de grote pauze kun je allemaal lekkere dingen halen bij de catering. Wist je al dat de catering helemaal zelf door onze eigen tweedejaars leerlingen gedaan wordt? Kom, we gaan naar de volgende les. Pak je telefoon maar eens, daar kun je je rooster zien in magister. Ik zie dat jij nu hout hebt. Loop de trap maar af. Kijk, deze leerlingen zijn bezig met interne stage. Ze brengen vandaag koffie en thee rond voor de docenten en straks gaan ze de personeelskamer weer helemaal netjes maken. We zijn hier bij het houtenkamp. Zo te horen wordt er al druk getimmerd en gezaagd. Veiligheid is heel belangrijk bij de praktijkvakken. Daarom dragen we ook allemaal werkschoenen. Goedemorgen. Meneer Ozinga geeft het vak hout en heeft voor jou ook al wat klaargelegd. Je maakt bij dit vak allemaal werkstukken van hout. Als je dit vak leuk vindt, kun je later misschien wel meubelmaker of bouwvakker worden. Zullen we naar buiten gaan? Dan gaan we even kijken hoe het met de dieren is. Bij de dierverzorging maken we de hokken schoon en geven we de dieren eten. Natuurlijk kun je ook lekker knuffelen met de dieren. Wil je er wat aaien? Zo, genoeg geknuffeld. Ga je mee? We hebben nog een vak, dan moeten we wel naar binnen. Doeg. Hallo. Dit is meneer Rinsma. We zijn nu bij het vak mobiliteit. Het lijkt hier wel een echte garage. Wil jij ook mee doen? Deze leerling hebben de auto op de brug gezet en zijn de wielen aan het verwisselen.
Er zijn ook leerlingen onder de motorkap bezig een accu te plaatsen. Loop nu maar richting de uitgang. Hoi. Bedankt dat je op onze school kan kijken. Hopelijk vond je het leuk en zie je weer snel bij ons op school. Doei! Hoi, hoe was de tour? Heb je nog vragen? Op de website vind je nog heel veel meer informatie over onze school. En daar kun je ook een afspraak met mij maken voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding hier op school. Tot ziens! Hoi!